dat je zwanger lijkt. Oh! Wat? Oké, dat veel. Hallo lieve mensen, het is vandaag 9 januari en dat betekent dat ik morgen jarig ben. Zucht. Ik vind het echt vreselijk, want ik word dus 30. En zoals wel meer mensen dat hebben, ja, is dat gewoon een dingetje. 30. 30. Nu heb ik een foto op Instagram geplaatst, dat is deze. En ik vroeg jullie of jullie misschien suggesties voor mij hadden wat ik nog in de laatste uurtjes van mijn 29-jarige bestaan kon doen. En ik zit nu jullie comments te bekijken en ik denk, fuck it, laat ik het niet alleen vragen, maar ook echt gewoon iets ermee doen. Dus hier komt ie. Volg je me trouwens nog niet op Instagram? Doe dat dan, @Marije, super makkelijk. Let's go! Oké, ik zie nu al dat heel veel suggesties eten bevatten, dus we gaan boodschappen doen. Dus en dan? We gaan boodschappen doen. Oké. Tada! Jij was toch oud? Boodschappen. Oké, hand zal tegen de muur maken en iemand anders zegt, dan moet je ook nog je lievelingsliedje zingen. Oké, go! Dat is wel schitterend. Natuurlijk schitterend. Oh, dat deed het helemaal niet. Sexy hoor. Mijn art van dansen dood maakt. Alright, je hebt 60 seconden. Ben je ready? Ja. Go! Ik ben alweer bezig met dat ding uitpakken, man. Ja, ik weet niet, dat is het bijgevoerd. Oh, ah. Toch niet krijgen we wel zeezout haar. Dit gaat, je moet echt doorpakken. Dit is niet de tempo waarop dit gaat gebeuren. Kom op, nee, kom in je mond. Kom in je mond. Ik doe het, moet je niet kouden. Je moet chocolade gorgelen. Dat wil ik allemaal. Je bent echt, dit is niet eens. Oh, wat zullen jouw kijkers teleurgesteld zijn? Het is nou. Dit is erg. Oh, je voelt hoe slecht dit wordt als je 30 is straks. Wat gaan we? Hou het voor de eerst dan? Ja, dat is een goed punt. Dat is waar. Wat? Ja, ik, met nog 8 seconden te gaan, vraag ik mij af of de 2 happen die je genomen hebt. Ik weet niet. Oké, dat veel. Ik heb net een beginnetje gemaakt, jezus. Je bent gemaakt voor dit, gemaakt voor dit. Oké, okay, volgende van de lijst. Oké, okay, 6 kinderen nemen. Huh? Of een tijdprobleem, of heel illegaal. Oké, okay, volgende. Een kaassoufflé eten. Alsof dat speciaal is. Maar oké. Okay. Tada! Oké, okay, de volgende is een kaas op een max gooien. Oké, okay, heel veel zure matten tegelijkertijd in je mond stoppen. Vind ik echt heel vies. Los erop. Hoeveel is heel veel? Heel veel, alles. Hoeveel? Oké. Nee, weddenschapje. Hoeveel denk je dat het kan? Er zitten er 20 in een pakje. Dit zijn er 20. Ik zeg 10. Oké, ik zeg 6. Go. Dit zijn er 5. Niet kouwen. Hop, meer. Ja, ik doe hem even een cycle. Oh, dat staat ziek. Ik ben heel erg kokhalsen. Wat zeg je? Gadverdamme. Oh. Gadverdamme! Heb ik nog tanden of zijn ze eruit gevallen? Oké, next. Dronken worden. Alright. Getting there. En 29 shots nemen. Ja jongens, het is wel dinsdagavond hoor. Ik moet gewoon morgen werken. Alsof je anders 29 shots overleeft. Wat is dat voor debiele vraag?
Oké, de volgende is naturel chips met Nutella eten. Heb je er wel eens gehad? Wat zei je? Oké, naturel chips. Fancy Nutella. Toch wel. Oké, interesting. Haagfeest, man. Appreciates this. Dat is helemaal niet vervelend. Behalve dat je vingers een beetje uitzien alsof je door het papiertje heen gegaan bent. Zet je billen op een van mijn laatste hits. Je bent perfect, ik ben een echt. Je bent gemaakt voor me. Oké, next. Chocoladepizza eten. Yum. Bestaat dat? Blijkbaar. Dude, what are you doing? Oké, sowieso dat ik nu mijn mond ga verbranden. Nee, serieus. Het was echt. Warm. Kijk naar van je. Ik zit dronken in de lobby. Ik wil dit zo geen koffie. Het is een krant in mijn hoofd. En echt een koffie koffie. Het is allemaal een stop. Ik sta alsof ik bijna val. Je hebt geen ritme. Bijna 30 en nog steeds geen ritmegevoel. Ach ja, 30. Ik weet het nog goed. We spreken 1922. De wereld was in rep en roer. De Eerste Wereldoorlog was net over, maar het werd niet snel beter. De drooglegging in Amerika. In Nederland was er van alles in de hand waar ik nu interessant over zou kunnen doen, maar ik heb geen idee. Daarom, schitterende tijd. Omhels het, maak het je eigen, de wereld is van jou. Geen... Waar? Ja, ik denk het, want ik heb het niet meer. We moeten helemaal geen bier ademen. Jongens, ik heb een fantastisch leuke avond gehad. Dankzij jullie suggesties. Dus onwijs bedankt daarvoor. Ook heel erg bedankt dat jullie altijd weer kijken en abonneren. En ik waardeer het gewoon echt heel erg. Het klinkt nu misschien sarcastisch, maar dat is echt zo. En ja, tot volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Ik word 30, Max. Ja, ik weet nog wel. Het was...